Welcome. This is the energy vibration reading for the sun, moon, and rising sign on the great sun, moon, and rising sign. It won't mess for a second. But on for the trochons, but on for the stone. This is the month of April. It is the month of karmatic justice. It is ontrech word in balance. It is the ontrech, the onrechtvaardig word balance there. Okay. And this is zero positive. Dus dames en heren, we gaan even kijken. Sommige van jullie hebben een situatie waar je krijgt steun van je ouders of van de macht. En het kan voor sommige van jullie dat daar is een conflict in een organisatie of de conflicts over een huis. Dus sommige van jullie moet even overweg met de energie van macht te commencen met de conflict met de huis of dat is conflicts op de workplace, de workfloor met je boss of dat soort van ding, oké? Sommige van jullie moeten best wel het steermark of stembok even een situatie dat was justice en je moet best wel deze dame is 45 jaar en ouder en je moet best wel deze dame heel veel geld kan betalen vanwege doordat je hebt iets onterecht bij deze vrouw gedaan. En justice is if hier is de uitkomst waar jij moet deze vrouw heel veel geld kan betalen en het is niet een scheiding, het is zo als je hebt een slecht, it's slecht gedaan bij deze vrouw, slechte referentie, liggen en bedriegen. Het heeft mee te maken met een werk situatie waar jij hebt onterecht bij deze vrouw en je moet haar heel veel geld gaan betalen. Niet dat alleen, maar vrede komt en een eind komt na deze situatie. Als wij bekijken, daar was some leugens en bedriegen. Ik kan van jullie komen of ik ken dat iemand heeft gedaan. Maar het is zo als je bent teruggekomen in een situatie waar iemand heeft je terug in gelopen. En nu zie je en kom je achter de waarheid van deze situatie. En doordat je gaat besloten om deze persoon even echt te betalen en even vrede naar deze situatie te brengen vanwege dat je komt achter dat degene die heb je echt tegen deze vrouw op is dat de waarheid is best wel boven water gekomen over wat is gebeurd. Nou, als ik heb in de eerste week, de tweede week is er een groot onderzoek is gedaan over een vrouw. En de vrouw kent iemand die je hebt samengewerkt met in het verleden. Of en dingen waar ik zie een ongeluk en jij was at fault. Een situatie waar jij was at fault, dat soort van ding. Voor sommige van jullie is niet voor iedereen, het is gewoon voor sommigen. En je zoekt nou innerlijke kracht omdat je komt achter dat je hebt iemand fout bis zo het is je hebt iemand verschuldigd voor iets dat is niet waar en nu moet je echt gaan betalen hierover omdat beoordeling komt op jou. En het is zo als je hebt samen met deze vrouw gewerkt en je hebt gelogen. Je hebt echt gelogen over een situatie. En nu beoordeling komt op jou. En de vrouw op de situatie. Je hebt verloren in de sens dat de waarheid komt boven water. Jij zit niet de waarheid te vertellen. En nu doordat ze hebben de onderzoek over de vrouw gedaan, de waarheid komt boven water. Dus jij moet nou echt heel veel geld aan de vrouw gaan betalen. Nou, het is karmatic justice, omdat het is de maand van justice en de karma van de situatie is nou
boven water gelegen. En de situatie dat je hebt gespeeld en slechte situatie, niet voor iedereen, want dat is leuk en bericht voor sommige van jullie, oké? Okay? Sommige van jullie krijgen positive energy als je je eigen zaken. Geluk gaat naar je toe komen met je eigen zaak, zeer, zeer positief. Geluk komt voor jou met je eigen zaak en het wordt echt goed aan positief. Outcomes. Eerste week heb je de energie van de toren en de energie van de toren brengt een eind naar een situatie met een stiermaak of steenbok. Ik ken je vrouw, je kindmoeder of ik ken je ouders eindelijk. Oké, en de situatie komt tot een eind. Ik ken je ex-vrouw dat met de kinderen en die probeert in je leven te komen. Iets komt te licht, iets komt boven de water, iets komt uit in de licht. En jij moet innerlijke kracht vinden om even uit deze situatie. Beoordeling komt op jou als je bent een boss en je hebt iets tegen een vrouw gedaan of je hebt iets tegen een van je werknemer. Beoordeling komt op jou, keihard beoordeling. Gaat op jou komen. Dus als je bent een zakelijke man of je bent een boss en je bent een supervisor naar iemand, die heb je naar de rechter genomen en beoordeling komt op jou. Nou, in de eerste week naar de tweede week, een vrouw wordt echt onder onderzoek, een zeer groot onderzoek gedaan en daar komt achter dat jij moet deze vrouw betalen. Hoeveel deze vrouw komt in je leven, de energie van de macht, de rechter en de mensen in hoge positie heeft echt een groot onderzoek gedaan en realiseert dat je was een fout. Voor sommige van jullie in de laatste week, het is een positieve week voor je zaken. Sommige van jullie komt en krijgt geluk met je zaak, dus als je wil voor jezelf kan starten. En dat soort dingen, je krijgt en je gaat geluk krijgen met je zaak. En dit is goed. Nou, heel veel mensen moeten best wel geld gaan betalen. En ja, zo is het direct te zeggen. Nou, je moet betalen. Wat je hebt gedaan, moet je betalen. Som krijgt het geld en som moet betalen het geld. Als je bent een man en je hebt iets verkeerd tegen een werkgever gedaan, en je moet echt betalen omdat deze persoon heeft best wel de zaak gewonnen goed en recht op. Jullie gaan besloten om je rug te draaien naar een situatie en zeg dag. Nou heb ik een groot les geleerd vanwege dat sommige van jullie worden ingebracht in een situatie dat nou een grote effect op jou heeft. En nou besloot je jij verder je leven in te gaan en een situatie achter jou te laten. En het is best dat jij dat doet. Voor sommige van jullie, ik zie heel veel geld komt voor jullie. Onverwacht geld gaat voor jullie komen. Als je hebt een zaak of je gaat besloten een zaak te gaan doen, ja, in de laatste week, het is een ja, oké? Okay? Nou, ik heb twee energie en je moet één kiezen, niet twee. Eén, dames en heren, niet twee, oké? Okay? De eerste is 3 en 5 is 8. De kolenbeer. Spirit has a plan. Spirit has a plan. Okay, so the universe have a plan for jullie. Maak hier geen zorgen over, want the universe heeft best wel a plan for jou. De tweede brick is number 22 is duality. Sommige van jullie gaan duality. Reap of Archangel Gabriel, Supervisor, Torn, Element Master, Fire Salamander, and Fire Dragons to come. Clear your energy and your geest. And it says, the waarheid transformeer illusie. Dus de waarheid gaat even transformeer de illusie
dat jij hebt geleverd of jij hebt gecreëerd. Oké, dus sommige van jullie creëert mensen hebben de illusie over jou gecreëerd. En nu de waarheid komt boven water om dat later te verschijnen en de illusie wordt weggebracht. Een zeer positieve maand, moet ik best wel zeggen. Het is gewoon een maand op karma clearing. En het is een maand van wat je hebt uitgegeven tegen iemand anders. Nou, de universe stopt in en zegt, ja, nou, dus hier en niet verder. Nee, dit wordt opgelost. De andere energie dat je hebt is de heart chakra. En de energie van de heart chakra is dat de verdriet en wat komt hier met deze verdriet, omdat sommige van jullie hebben iets mee te maken met een waterman, een weeskel of een tweelingman, 45 jaar en ouder. Nou, hoe deze situatie heeft je effect op jou? Je hebt justice. Je hebt met de zware. De zware is de zoiets is, je spreekt de waarheid, je spreekt hoe dingen was en je vertelt hoe dingen was. En nu, en sommige van jullie gaat de hart genezen. Je gaat echt je hart genezen van een situatie, een onttrek situatie, dat is gebeurd. Okay? Dames en heren, crosswatch, ik kan het niet meer zeggen. Crosswatch, ik kan het echt niet meer zeggen. Ik wens jullie een zeer krachtige, positieve week toegedienst. Namaste, tot de volgende keer.